Deze highlights worden u aangeboden door Heineken en PlayStation. Officiële sponsors van de UEFA Champions League. Het is wel een aardige combinatie met Bentancourt en Cuadrado. En dan is er toch nog Jorginho, de aanvoerder van Chelsea, die daar enig toegevaar verijdelt. Dat betekent alles gewonnen natuurlijk. Pogingje met de linker, niet overtuigend van Rüdiger. Eens kijken wat James zelf daarvan bakt. Chesney getest. Een bal die even blijft hangen en dit is dan de openingsgoal van Chaloba. Die weer zijn kans kreeg en die eigenlijk al twee keer toch alert is op zo'n standaardfase. Hier is wel bijna Morata. En heeft hij daar zijn gram gehaald? Net niet. Het Sonodoy. Hij heeft op rechts James gevonden. Ah, goede knal van James was het. Ja, de licht, dat was ook niet nodig. Jorginho probeert dat een keertje op die manier. Dat is knap gelopen van Hudson-Odoi. De man die in beeld wordt genomen is de doelpuntenmaker. Ah, dat is een mooie kant. En Ziyech, misschien ook niet toevallig, met die hele mooie tik. En dan wacht hij net even te lang. Hudson-Odoi, prachtige 1-2. Die daar in de hoofdrol was. Bentancourt, het leek mooi, maar er komt nog een kans aan met een aflegger misschien voor Hudson-Odoi. Deze voorzet is misschien nog wat voor James, die nu met een gekruisschot wel Chesney weet te verschalken. Dat was in de eerste helft net niet gelukt, ook al knap toen. Maar nu heeft hij wel de 2-0 voorsprong beet voor Chelsea. Maar die komt voorlopig niet. Het is Chelsea die de 3-0 binnenduwt. Hudson-Odoi. Nog een Engelsman. Dat zijn drie Engelsen. Nu worden ze helemaal zot. Gaat Dybala die trap. Ja, de licht was daar nog wel mee. En dan komt er toch nog een aardige poging. Was het van McKennie? Ja, ja, met zijn linker. Knap gedaan, hè. In de drop was een misverstand tussen Thiago Silva en Mendy. En kijk, ook dit is nog eens een weggever van Arthur. En dan is er een goede parade van Chesney.
James. Dikke wedstrijd ook, hè? Dat leek een goede paas ook. En dan komt er ook nog een orgelpuntje van Werner. Lukaku ziet dat als bankzitter. En kijk de handen op elkaar van Thomas Tuchel. Misschien ook voor James. Maar het is wel 4-0. En meteen ook het verlossende eindsignaal, mogen we zeggen, voor Juventus. Want langer hoefde niet te duren. Het is een beetje jammer voor Koning de Winter. Deze highlights werden nu aangeboden door Heineken en PlayStation. Officiële sponsors van de UEFA Champions League.